Entschuldigung. Ja, komm mal. Und binnen. Du musst so hier gaan zitten, maar eerst mag je je shirt in omhoog doen. Of uit. Dan mag je ook mijn. Niet echt handigste shirt uitgekocht. Nee. Sorry. Ik wist ook niet dat ik dit vandaag ging doen. Nee, ik ben wel aan. Ik. Dat ging ik niet. Hoe heet die ook weer? Jimmit. Hoe schrijf je dat? D-J-I. Oké. M-M-E-R-T. Oké, Jimmit. Waar moet die? Onder je kleren. Ja. En wat is je achternaam? Boeisma. Zo, en oud ben jij? 15. In welke klas zit je? 3B. Dan gaan we Je bent breed. Dat is mooi, want dan past de hartslag beter. Ik heb al meerdere keren gehad dat die niet goed werkte omdat die te groot was. Dus dat is nu in ieder geval. Je mag gaan zitten. Even kijken of hartslagmeter moet bij jou wel doen. Ben je het vast wel? Ja, mooi. Nou, ga je 3 filmpjes laten zien. En na ieder filmpje ga ik je mijn vraag stellen. Wacht, ja. Ja. Oké, dat was de eerste. Mijn vraag is, wat voor emotie kreeg jij van dit filmpje? Verrast. Oké, en hoe komt dat? Hoe kwam dat door? Nou, omdat het eerst lijkt alsof ze in een heel normaal huis zitten. En daarna kom je erachter dat ze gewoon in een... Dat is waar, in de IKEA. Ja. En ik weet niet echt of je dat echt iets is wat je voelt in je lichaam, maar... Had je het gevoel dat, het echt, dat je dat specifiek op een plek in je lichaam voelde, dat verraste? Oh, nee, dat niet. Oké. Dan gaan we door naar de volgende. Doe het even, begint het vanzelf wel. Wat voor emotie heb je bij dit filmpje? Geïnteresseerd. Oké. En hoe komt dat? Nou, je ziet iets gebeuren. En ik wil eigenlijk wel weten waarom het zo is. En
wat er daarna gebeurt. Oké, dus ook een beetje, ja. En verder nog wat anders? Nee, die is echt. Oké. Dan gaan we naar de laatste, denk ik. Ja, oh, nee, wacht. Zijn we kwijt? Ja, doe maar. Oké. Een beetje verdrietig. Oké. En waar kwam dat door? Door de oude man die op het begin zat te huilen. Oké. En dat is verdrietig. Voelde je dat ook ergens specifiek in je lichaam? Of een bepaalde plek of zo? Nou, een beetje in je hoofd. Oké. Nou, dat was het. Een klein dingetje, hebben je gefilmd. Dat is alleen voor ons, zodat wij alles nog een keer terug kunnen kijken. Vind je dat erg? Nee. Verder kan iemand dat zien of zo.